De schrijversgroep 77 heeft gisteren haar eerste themaavond voor dit nieuwe jaar georganiseerd. Zowel de Trefosa Stichting als de culturele vereniging NAX hebben aan deze themaavond meegedaan. Albert Ramdien, die onlangs de eerste Trefosa-lezing heeft verzorgd, deelde zijn ervaring met het publiek. Hij vertelde onder andere wat hij niet alleen in Suriname, maar ook elders in de wereld heeft meegemaakt. Als je niks, als je toekomst als land alleen maar in handen stelt van politici, en dan bedoel ik politici dus in de politiek zitten om zeg maar een stukje vertegenwoordiging te doen, dan loop je het risico dat je eigenlijk dat inherente conflict dat er is tussen waar de toekomst van een land naartoe gaat en wat de eigenschappen zijn van een politicus, dat je dat tegen zal komen in een tegenstelling dat er zo uitziet. Als we praten over een duurzame ontwikkeling van een land, dat vooruit wil gaan, dan ga je moeten praten over een lange termijn visie. Dan praat je over vooruitzien. Ik heb ook aangegeven dat we eigenlijk weinig ontwikkelingsdenkers hebben sinds 1975 die vooruitzien. Volgens Johan Rozer, voorzitter van de Trefosa Stichting, denken mensen dat de stichting een verlengstuk is van de NPS. Dat is volgens hem absoluut niet waar. Volgens Rozer wil de stichting met de verschillende lezingen de Surinaamse identiteit een plek geven. En zo willen we dus zeg maar in het denken van de Surinamer, althans dat we daar een stukje stimulans in willen brengen, om na te denken over wat onze positie als Surinamer moet zijn, op welk leefdomein dan ook. Want we zeggen allemaal Miloba Kondre Akondre Switi, maar waarom zeggen we dat Akondre Switi? Omdat we in die EY, of dat we mensen makkelijk kunnen omkopen, of dat we te makkelijk komen aan dingen. Waarom zijn die Akondre Switi zo? En dan komen we op het terrein van een stukje burgerschap, verantwoord burgerschap, hoe geven we daar invulling aan? Onze correctheid als Surinaamse staatsburger zijn allemaal uitdagingen waarvoor we op dit moment staan. En we willen als organisatie daar een bijdrage aan leveren. En we doen het op een zodanig niveau dat mensen ons niet kunnen verkwalijken. En ook al zou dat het geval zijn, kunnen we het niet voorkomen. Johan Rozer, voorzitter van de Trefosa Stichting. Hij gaf tijdens de eerste themaavond van de schrijversgroep 77 informatie van de stichting aan het publiek. De themaavond is gehouden in Tori Osso.